Beste voetbal, een bijzonder hartelijk welkom hier vanavond in het Cupje in Westerlo voor de tweede wedstrijd van de eindronde. Wij verwelkomen hier vanavond de ook blauw-gele uit Warsland, Beveren. Vanavond alweer een belangrijke wedstrijd. Wat verwacht je ervan? Ik verwacht een heel moeilijke wedstrijd. Beveren is toch wel een degelijke ploeg. In tweede klasse gebleken, toch met het spitse duo Razinski-Cavens. Ik denk dat we vlug zullen moeten scoren. En zeker niet op achterstand komen, want ik denk tegen Beveren een achterstand ophalen dat heel moeilijk is. Oh, ik denk dat ze vandaag een mooie wedstrijd gaan geven. Ik verwacht dat Westerlo hard gaat aanvallen. Maar ik denk wel dat Beveren met Razinski en Cavens twee goede spitsen heeft die op de counter iets kunnen forceren. CDB is paraat, Ronaldo ook en Arbitman zit op de bank. Dat moet toch lukken dan? Hè? Ja, normaal wel, maar we hebben deze seizoen al veel gezien dat het niet normaal is. Hè. Dus ja, het is altijd afwachten. Hè. De wedstrijd in Eupen vorig weekend werd niet gewonnen. Dat was eigenlijk wel een tegenslag. Hè? Ja, dat is waar. Tegen Eupen was ook niet gemakkelijk in Eupen. Maar nu moeten ze vandaag winnen, want anders is het geen gemakkelijke zaak. Ik denk in Eupen dat we echt gegaan zijn voor één punt. En vandaag moeten we volop aan de bak moeten voor de drie punten gaan. Of het is al over. Dus, Duo CDB en Ronaldo zal zich moeten bewijzen vandaag. Ik denk het wel, ja. Stel dat er vandaag verloren wordt, wat zou er dan gebeuren, denk je? Ja, dat kan het niet op antwoorden. Ik denk dat dan overnauwd is. Ik denk dat ze dan moet ze al alles gaan winnen op Oostende thuis tegen Leuven, op Beveren. Dat wordt een rally, denk ik. De komende twee wedstrijden thuis worden eigenlijk enorm belangrijk, hè? Ja, dat moet gewoon 2-6 zijn, anders is het al gedaan. Een beetje een ongeloof van hoe is dit kunnen gebeuren. Allee, ja, het is, ja. Je moet nu eerlijk zijn, de kans dat we in eerste blijven wordt heel klein. Okay, je moet er altijd blijven in geloven, maar ik denk dat het sowieso wel moeilijk zal zijn om tegen zondag die kopjes terug fris te krijgen. Maar okay, ja, dus, uiteindelijk, we spelen nog 4 matchen waarvan dat we nog 2 thuis spelen. Toch nog proberen onze supporters iets te geven en okay, ja, wie weet. Met heel veel geluk kunnen we dat ticket voor eerste klasse nog houden, maar okay, ja, we zullen wel zien. Ze gaan ervoor, je kunt de jongens niks verwijten. Ja, die bal valt gewoon niet goed, hè. En als je dan eens een kansje krijgt, ja, dan gaat hij er niet in. En dan weet je dat, dat het moeilijk wordt, hè. En zeker als je 2 tegendoelpunten krijgt, dan weet je dat het over en out is. We hebben al het hele seizoen de pech die ons achtervolgt. Vandaag weer, je hebt die match helemaal in handen. Ik denk, zij komen al drie keer aan de goal en ze scoren er 2 keer uit. Wij zijn maar aan het drukken, maar die bal wil er precies niet in voor ons. Er is wel druk natuurlijk, maar we spelen al het hele seizoen eigenlijk. Elke wedstrijd is de wedstrijd van de laatste kans, dus op dat vlak zijn we er wel gewonnen ondertussen. Ik denk niet dat de druk ons beïnvloed heeft vandaag. Er zijn nog 4 wedstrijden, er moet een klein mirakel gebeuren eigenlijk. Ja, we hebben het niet meer in eigen handen. We moeten nu alles winnen en hopen op foutjes van de tegenstanders. Maar mirakels in de wereld nog niet uit. Voor jezelf, na zoveel seizoenen in Westerlo, moet het toch wel bijzonder pijnlijk zijn. Hè? Ja, het is een drama eigenlijk. Hè. Dus,
Zeker, ja, oké, voor mijzelf ook, maar ik vind het vooral erg voor iedereen die begaan is met Westerlo. Zeker voor de jongens die de komende jaren nog contract hadden, want uiteindelijk, ja, als je in eerste klasse kunt voetballen, is altijd mooi. Nu is het, als het slecht moet aflopen, ik spreek met twee woorden, want het kan nog altijd. Dan, oké, ja, dan moet een ander onderdak vinden, dat zal niet gemakkelijk zijn, maar ja, ik vind het vooral heel erg voor iedereen die met Westerlo begaan is. Misschien ook geen verklaring dat de druk voor deze play-off 3 wel extreem hoog lag bij Westerlo. Hè? Dat klopt. En zeker met verlies in Eupen was de druk zo groot vandaag. Er zat niks anders op dan te winnen. En, we wisten gewoon dat het ook onze laatste kans is. Want, we wisten als Beveren ging winnen vandaag hier en Eupen wint ook zijn 6 punten voor. Met nog 4 wedstrijden. En, het zal moeilijk worden. Gaat de groep nog fris geraken voor komende zondag? Ik hoop het. Dus, dat is de taak van de trainer. En, ik zal proberen ook mijn steentje nog bij te dragen om die kopjes terug naar boven te krijgen. En, dat is een serieuze tik geweest. En, ik denk dat veel jongens daar gaat moeilijk zijn om dat te boven te komen. Denk. Ja, nu voor jezelf, heb je al plannen voor je leven na je loopbaan als profvoetballer? Nee, maar ik was sowieso nog de laatste weken met voetbal hier bezig. En ik heb nog een huwelijksreis van 2 maanden voor de boeg waar ik naar kan uitkijken. Maar voor de rest, dat zijn de enige dingen die mij bezighouden in de toekomst. Het zal pas als ik terugkom van de huwelijksreis, zal ik wel zien waar richting dat ik uit ga gaan. Maar dat zijn zorgen voor later. Ga je actief blijven in het voetbal? Goh, ik zeg nooit, maar die kans is klein. Dus ik heb altijd heel graag gevoetbald. Ik heb hier heel graag rondgelopen, maar in het voetbalwereld, ik denk dat dat niks voor mij is. Bedankt. Merci.